niets vergelijkt, Heer, met uw liefde, met uw goedheid. Open je hart, open je handen en zeg, Heer, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank u wel dat mijn leven in uw hand is, Heer. Dank u wel dat u mij leidt, u mij brengt in het volle leven. Dank u wel dat u mij vult met uw vreugde, met uw kracht. Genezing en herstel. Dank u wel, Heer, dat uw gunst op mijn leven is. In Jezus' naam. Dank u wel voor uw goedheid, Heer. Amen, amen. Laten we de Heer nog één keer zo danken voor zijn liefde. Zijn genade. Wauw. Goedemiddag, kerk. Goed jullie te zien. Ga zitten. Welkom in Next Step Sunday. En dat betekent de opening van ons nieuwe jaar, nieuwe seizoen. En ik hoop dat je er zin in hebt. Ronald had er zin in, ik ook. Helemaal gaaf. We hebben een geweldige mooie avond gehad. Woensdag, wie was erbij? Woensdag. Bij Touching Heaven Night en Mega Prayer Night. We weten nou niet meer hoe het moet heten. Touching Heaven, Mega Prayer, LDN, Leadership Development. Ja, het is allemaal in Gods huis. Het maakt niet uit hoe het heet, toch? Als de Heer er is, weet je wel, we hadden zo'n mooie momenten en Gods aanwezigheid. We zien uit naar die momenten altijd weer, dat we speciale tijd voor mogen nemen. Hey, laat even bidden. Dan gaan we even heel kort kijken naar het boekje en dan het woord van de Heer verder openen. Om elkaar te inspireren met Gods woord. Vader, dank u wel, Heer, dat u ons altijd weer verder wilt brengen. U heeft zoveel moois klaar liggen, voorbereid voor degenen die u lief hebben. Heren, we danken u dat u onze ogen opent, onze harten zijn open om te horen wat u wilt spreken tot de kerk en ook tot wij ons persoonlijk. Heer, dank u wel voor uw zegen, uw goedheid. We zijn u dankbaar voor wat u doet in ons midden, in Jezus' naam. Amen. Amen. Pak je boekje er even bij. En het is zo leuk om door te bladeren. Neem het mee naar huis, want er staat ook de agenda staat erin. En echt mooie, goede dingen, dus neem het mee. Maar er staat natuurlijk ook allemaal van die leuke connectgroepen en interessegroepen in. En er zijn best hele leuke bij. Ze zijn allemaal leuk natuurlijk, allemaal leuk. Maar ook een paar nieuwe. En ik wil een paar even kort noemen. Alpha begint met de A. Dus die staat als eerste. Maar Alpha is zo belangrijk. Bart is hier en hij leidt het. Er is een stand straks van Alpha. En als je wil, we hebben ook posters. Misschien wil je een poster meenemen. Ergens ophangen in jouw favoriete winkel of zo. Of wat flyers meenemen om mensen uit te nodigen. Ja. Alpha, als je het nog niet gedaan hebt, is zo ontzettend goed om de basis van je geloofsleven. Wie is Jezus? Hoe moet ik bidden? Wie is de Heilige Geest? Hoe lees ik de Bijbel eigenlijk? Al die dingen. Zo ontzettend goed. En we geloven elke keer weer zijn er mensen die heel bewust Jezus leren kennen. Echt de ogen open gaan tijdens de Alpha cursus. En ook nu geloven we daar weer in. Dus dat is Alpha. En eigenlijk als een soort heel mooi vervolg daarop, zou je kunnen zeggen, is Freedom in Christ. En Chris en Ineke Zaal gaan dat doen, gaan dat geven. En een aantal mensen gaan helpen. We kunnen daar volgens mij maximaal 35 mensen kwijt. Ik weet niet hoeveel we zitten nu. Maar weet je, als je dan Jezus begint te leren kennen. En dat is precies de visie van wat we doen als kerk. Weet je nog, mensen helpen God te vinden. Alpha. Mensen helpen zijn vrijheid te gaan ervaren. Freedom in Christ. Dat is niet voor niks dat we het zo doen. Daar zit een visie in, uiteraard. En ik zou eigenlijk wel willen dat heel veel mensen die cursus een keer doen. Met video's, allemaal ondertiteld. Video kijken, even over napraten met elkaar. En alles op het gebied van innerlijke genezing, van bevrijding. Van hoe sluit ik het verleden af en hoe wandel ik in de nieuwe identiteit die God voor mij heeft. Fantastische cursus, Freedom in Crisis, die raad ik aan. En als je gaat trouwen, als je nog verloofd bent of zo, de pre-marriage course is gaaf. Als je al getrouwd bent, dan moet je een keer de marriage course doen, toch? Ja. Heb je nodig. Je hebt hulp nodig. Ben je getrouwd? Oh, ik heb meelijden met je. Maar gelukkig, de Heer helpt. Nou, daar hebben we de cursus voor. Oké, dus die. Working professionals, ondernemers. Het is allemaal werk zoeken. Als je werk zoekt, we hebben mensen die je willen helpen. Hoe solliciteer ik? Hoe doe je? Al die dingen. Als kerk wil je relevant zijn. En relevant is niet alleen mooie lampen ophangen. En zo, elke kerk heeft tegenwoordig wel mooie lampen. Relevant zijn betekent dat je mensen helpt daar waar ze zijn. Ja, toch? Daar waar ze zijn. Als iemand dan ineens, weet je wel, je hebt verkering en ik denk, oh jongens, wat moet ik nou dan toch? Daar hebben we een cursus voor. Lekker romantisch, hè? Een cursus voor. Als je opvoeding is, je kinderen en je denkt, hoe doe ik dat? We willen je helpen.
bij al die dingen. Dat is ook relevant zijn. Dus vandaar al dit soort dingen. En lees hem lekker door. En er staan natuurlijk ook een heleboel teams. En we hebben vandaag uiteraard de beurs. En er zijn een aantal connectgroepen en een aantal teams die... heel veel teams, misschien wel alle teams. Oh, we gaan water uitdelen. Goed zo. Dat betekent dat het boven de 25 graden is in de zaal. Dat is hoe dat werkt. Bij 25 plus. Dan gaat ons lieve welkomteam gaat water uitdelen. We hebben geen airco. Water is goedkoper. Ik bedoel... hoe dan ook. Hey, ik wil even één team maar eventjes een beetje in het zonnetje zetten vandaag. Is dat oké? Heel veel teams kunnen hulp gebruiken. Ik weet het zeker, bijna alle teams. En ik geloof dat de Heer wil dat we allemaal betrokken zijn. Jezus zei, ik bouw mijn kerk. Hij is aan het bouwen. Het is hard werken. Kerk is hard werken. Ik doe het nou een paar jaar en het is hard werken. Mooi werk. Dus de Heer is druk bezig. En zijn lichaam is druk bezig om te bouwen. En ik geloof met heel mijn hart dat hij wil dat iedereen... Weer. Maar hoe ver? Mijn batterij is 2 streepjes. Nou, dan was er even. Ik geloof dat het God wil dat we allemaal mee bouwen. Ja. En ik weet dat ik er vrienden en vijanden mee maak met zulke uitspraken. De kabel? Nee, de kabel zit. Kabel zit goed. Nou, dan doen we het zo. Ik geloof dat. En weet je wel, God wil dit, hij heeft je talenten gegeven, gaven gegeven. En je gaat hem dienen. Je zijn er voor om hem te dienen. Je hebt je leven aan hem gegeven. En hij wil je betrekken. Je mag een verschil maken in Jezus' naam. Je mag een verschil maken. Dan gaan we een beetje naar kijken. Eén team, het kinderdagverblijf. En het zijn helden voor mij. Het zijn helden. En Evelien zou volgens mij even komen. Evelien, kom er even bij. Dan hebben we nog een microfoon. Nou, anders doe ik het wel. Kinderdagverblijf. Waarom is het nou zo leuk om in het kinderdagverblijf mee te helpen? Nou, sowieso omdat je dan de kleintjes gewoon ziet. Je ziet ze echt opgroeien en het is gewoon de volgende generatie. Dus dat is gewoon heel belangrijk om daarin te investeren. En gewoon, ja, je weet gewoon niet altijd uit welke families ze komen. En het is gewoon goed om daar te zijn en de kinderen van Jezus te vertellen. En gewoon door voor ze te zijn, door ze liefde te geven... te laten zien wie Jezus is. We krijgen de kans om wel heel vroeg zaad van God te investeren. Te zaaien in die hartjes. Misschien is het wel dat ik nu opa ben hoor. Dat ik dat nog meer ben gaan waarderen. Maar als je in jouw team... Wat is de verwachting? Als mensen in jouw team willen? Om te helpen? Het allermooiste zou zijn als je 2 keer in de maand... dus 1 keer in de 2 weken zou kunnen helpen. Maar als dat nou echt niet lukt... dan zou 1 keer in de maand ook al fantastisch zijn. Want we hebben gewoon echt mensen nodig. Helemaal goed, dankjewel. Ga allemaal naar Evelien. Hey, kan je ook, er zijn hier ook net als ik, opa's en oma's, 50-plussers en zo. Ja. Zijn die ook nog bruikbaar? Absoluut, zeker weten. Juist. Ik zat netjes. Kunnen we die nog inzetten? Kunnen die zich nuttig maken? Kunnen die een verschil maken? Absoluut, ja, zeker weten. Als je hart voor kinderen hebt, kom lekker langs en ga lekker helpen. Ja. Dankjewel. Evelien, dank je. Ja, laten we haar bemoedigen en in haar het hele team, iedereen die meebouwt. Helemaal goed. Hey, fantastisch. Ik weet, er zijn heel veel teams. Maar ik wilde gewoon eventjes eentje uithalen. Oh, dit is wel lastig, want ik moet het boekje doorbladeren. Daarom heb ik zo'n mooie microfoon voor dit. Want dat wordt echt ingewikkeld. Nou, let op hoor, jongens. Hebben jullie een beetje geduld en genade voor mij? Want dan moet ik een microfoon vasthouden en een boekje. Dat ziet er niet uit. Maar ik doe dat toch maar even. Loop even een beetje met me mee. Er zijn een aantal next steps. Ik geloof dat iedereen hier een next step heeft. En misschien heb je net Jezus leren kennen. En dan is jouw eerste volgende stap om te zeggen... Hey, ik ga terugkomen naar de kerk. En ik ga mijn wortel beplanten in de kerk. Ik ga daar mijn plek zoeken. Ik doe het niet alleen, maar ik doe het samen met anderen. Dat kan zijn. Weet je, misschien moet je gewoon een keuze maken om te zeggen, ik blijf komen in de kerk. Sunday priority, Sunday church day. Het zit in mijn systeem. Wat er ook gebeurt, hoeveel oma's en tantes er ook allemaal... Mijn moeder is jarige, straks race ik erheen in IJsselstein. Maar ik ben in de kerk, church day, Sunday. Dit is mijn God nummer 1 ding, toch? God nummer 1 in de week op zondag. God nummer 1, wat Mathilde net vertelde over de 10e in mijn financiën. Ze zei, die 10e zijn van hem en ik stel God nummer 1 in mijn financiën door hem die 10e te geven.
En misschien denken sommigen, hè, maar elke keer, ja, maar we willen je helpen om in de vrijheid te komen zoals God dat heeft bedoeld. Want er komt zoveel zegen op terug. En ik zou je geen dienst bewijzen als ik het niet zou zeggen tegen je. God nummer 1 in de maand met de tiende. God nummer 1 in het seizoen, nu, wat we doen. Next step staan, nee. Bid mee, wat kan ik doen, Heer, wat kan ik doen dit komende seizoen? Je bent misschien druk met de kinderen, met een nieuwe school en met van alles nog, misschien wel nieuwe baan, nieuwe dingen. En september is zo'n startmaand waar allerlei dingen starten. Maar ook, weet je wel, zet God op de eerste plaats en bid voor al die dingen. Dus weet je, zo zijn er. En wat we gaan doen is Life Steps. Dat is eigenlijk een beetje welkom thuis, cursus, deel, versie 2, een nieuwe vorm. Yves en Manies gaan het doen. Ik weet niet of Manies hier is. Ik dacht niet de eerste dienst, hè. En dat betekent dat tijdens de tweede dienst, vanaf oktober, de eerste 3 zondagen. Het is een serie van 3 keer. En natuurlijk praten we een beetje over de visie en over de waarde van CLC. Maar we willen ook jou beter leren kennen. Het is heel informeel, gewoon een koffie en een dingetje, een hapje. En kijken, wat is God in jouw leven aan het doen? Hoe kunnen wij als kerk helpen dat jij tot ontwikkeling en ontplooiing komt? In de gaven en talenten die God je gegeven heeft. Hoe je bent. En we vinden het belangrijk om mensen te helpen. Dat is als een banier boven de kerk geschreven. Mensen helpen Jezus te leren kennen. Mensen helpen om in zijn nieuwe identiteit te komen. Mensen helpen te ontdekken hoe God ze gemaakt heeft. En hoe ze een verschil kunnen gaan maken met dat wat God ze gegeven heeft. Dus dat is die Life Steps die we gaan doen. En misschien, ben ik daar? Ja. Dat is echt lastig met die microfoon. Misschien is jouw eerste volgende stap dat je zegt, ik ga elke dag de dag beginnen met de Heer. Elke dag gewoon 15 minuten, 20 minuten. Ik ga het gewoon doen. Ik begin mijn dag met God. Misschien zit je nog niet op een connect groep of een live groep. Jouw next step kan zijn. Ga kijken welke van de groepen vind je leuk en ga daarheen. En misschien ben je nog niet gedoopt. En is jouw next step om je te laten dopen. De eerstkomende doopdienst is 29 oktober. Ja, ga maar eens even kijken. Ja, want het is. Ga eens even kijken, Natanja. Kijk maar even. Misschien dat je zegt, hey, dat is voor mij 29 oktober. Als je niet gedoopt bent, dat is deel van het fundament van je leven met God. En dan is dat zo mooi. Sluit je aan bij een team, weet je, een van de teams, daar hebben we het over gehad. Er zijn zoveel, met z'n allen, vele handen maken lichtwerk. Met z'n allen, God heeft een plek voor jou en voor mij. Misschien, we hebben het net al genoemd, is jouw next step om met die tiende te gaan beginnen. Je hoort het al een tijd. In het begin zat je hier met gekrulde tenen. Elke keer als het genoemd werd, maar langzaam maar zeker begint de Heilige Geest iets in je te doen. Je hart wordt zacht en je denkt, ja, wat zegt God eigenlijk? Voordat ik nee zeg, wat is Gods woord? Wat is Gods principe? En misschien is dat jouw volgende stap. Misschien wil je zorgen voor de stad. Je wil betrokken zijn bij een van de projecten die we doen om een zegen te zijn in de stad. En misschien wil je wel groeien in leiderschap. En misschien is het jouw tijd om een connectgroep te gaan leiden of te gaan assisteren als leider of een team. Of te gaan zeggen, ik ga een step-up maken in leiderschap om andere mensen weer verder te helpen. En misschien is jouw volgende next step wel Vision Partners. Vision Partners is een groep mensen die een extra stap doen financieel, een toezegging doen voor een jaar. Boven wat ze doen, dat ze zeggen, dit is wat ik extra wil doen. Misschien heeft God je gezegend met een goede baan. Misschien heeft God je gezegend met geloof of met allebei. En we hebben, wanneer was dat ook weer, heb ik opgeschreven. 23 september. Laat even die foto zien van Michael Murphy. Kennen jullie Michael Murphy nog? Hij is hier eerder geweest. Hij is een van de coaches van ons als kerk en ons als key team. En is de foto daar? Nog niet? Nee, de foto van... Yes. En hij komt er weer dat weekend 23 en 24 oktober, zeg ik het goed? Ja, september. En hij zal spreken hier op zondag. Hij zal zaterdagmiddag de CLC-voorgangers trainen. Maar we hebben ook een ontbijt met hem, met Vision Partners. Als je daar nog nooit bent geweest, kom in ieder geval naar het ontbijt. Ik denk erover na. Mag ik je uitdagen, als we praten over dit soort dingen, voordat je nee zegt, voordat je tenen krullen, bid ervoor. Je zal zien dat de Heilige Geest ontspanning geeft in je tenen. Heus. En God roept je misschien wel om mee te gaan doen. Om te zeggen, hé, daar wil ik bij zijn. Als je meer wil weten, er is bij de steentjes ook daar een steentje over. Wat het ook is. Weet je, God heeft next steps voor jou en voor mij. Ja, toch? Ben je met me eens? Ben je eens dat er een next step is ergens? En we gaan kijken. We zijn ook nog bezig met How is your soul? Dus daar wil ik ook iets over zeggen. Maar eerst even een beetje groundwork. Een paar mooie teksten. En sommige van die teksten heb je vaker gehoord, maar dat doe ik
bewust. Soms, misschien denkt iemand hier, heeft u al een keer gezegd? Oh, ik zal het wel 5 keer zeggen. Sommige dingen moeten dieper in mijn DNA en in jouw DNA. In your spirit, moet deel worden van jezelf. Heb je dat wel eens? Je hebt een Bijbeltekst al 10 keer gelezen, misschien wel 100 keer. En ineens zakt het dieper. En gebeurt er iets van binnen. Dus een paar van die teksten zullen je misschien bekend zijn. En toch wil ik ze nog een keer noemen. Want sommige mensen denken misschien next step. Waarom steeds dat next step en zo? Moet dat nou? Hoezo next step? We gaan even kijken naar wat de Bijbel erover zegt. Betrek God daarbij. Weet je, putting love in action heb ik hier staan. Hier is een mooie tekst in 1 Timotheüs 4 vers 15. Behartig deze dingen. Leef erin, opdat dan alle blijken dat je vooruit gaat. Dat is next steps. Paulus zei tegen Timotheus, zorg ervoor dat het zichtbaar is. Dat je vooruit gaat. Dat je niet over een jaar nog hetzelfde zit als waar je nu zit. Zorg ervoor dat je vooruit gaat. 1 Korinthe 2 vers 9. En dan staat er, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Alles wat God heeft voorbereid. Wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben. God heeft mooie dingen voorbereid. En we willen daarin bewegen, we willen daarin groeien. Filippenzen 3 vers 14, 1 ding doe ik, vergetende wat achter me ligt, strek ik me uit naar wat voor me ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping van God die van boven is. In het Engels staat er, I press in. Ik ga even checken of komt mijn kastje nog terug, anders doe ik dat ding af. Hij is bezig, oké, dan hou ik hem er even om. Ik duw door. Ik wil dat alles wat God voor me heeft, daar wil ik in verder. Spreuken 4 vers 18 zegt, maar het pad van de rechtvaardigen is als een glanzende morgenlicht dat steeds helderder straalt. Steeds helderder. Steeds duidelijker. Steeds mooi. Jouw leven gaat steeds meer stralen. Geloof je dat? Ben je daarmee bezig? De glorie van de Heer zal over je opgaan. Arise and shine. For the glory of the Lord has come. En daar staat zelfs dat koningen zullen komen. Hooggeplaatste mensen die nieuwsgierig zijn. Naar de glorie op jou en mijn leven. Die aan het toenemen is. Dat is allemaal next step. Als je nog steeds zit na te denken over, ja, ik weet niet hoor, dat next step gedoe. Wat is je alternatief? Denk je dat dit weer gaat doen? Als het goed is wel. Oké. Probeer. Hij moet het doen. Jullie willen allemaal weten wat Mathilde net zei. Kan je dat even herhalen in de microfoon? Doet me goed. En dit is allemaal op livestream. Gemiddelde livestream en podcast wordt 500 keer in de loop van de week nagekeken en geluisterd. Dag livestream. Alles gaat perfect in City Life Church. Behalve vandaag. Maar Mathilde maakt veel goed, want ze zegt dat ik er zo knapper uitzie dan zo. Oké, anyways. Spreuken 3 vers 6, New King James. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Als je aan het wandelen bent, dan zal hij je pad sturen, je wegen. Weet je, als je niet bezig bent te bewegen, stappen te nemen, wat is dan je alternatief? Dan sta je stil. En stilstand is geen vooruitgang. Spreuken 16 vers 3, commit your works to the Lord. En dan zullen je voornemens, gelukkig staat er in het Nederlands, de dingen die je wilt doen voor de Heer. En weet je, dat is zo belangrijk. Jezus was dienaar. Hij is gekomen als een dienaar. Hij heeft ons gediend en vanwege zijn dienen zijn wij vrijgemaakt van onze zonden, onze fouten, hebben een nieuw leven gekregen. En nu, simpel gezegd, vraagt hij jou en mij om hem te dienen. Zo is het, om hem te dienen. To putting love in action, om handen en voeten te geven aan wat we zo vaak zeggen, wat we zo vaak zingen over dat we van hem houden. Stel je voor als ik de hele dag tegen Mathilde zou zeggen, of 3 keer per dag, ik hou ontzettend veel van jou. Ik hou zo ontzettend veel van jou. Mijn hele leven is voor jou.
ik hou heel erg veel van jou. En dan gaat zij zeggen, Erend, er staat een vuilniszak al een week in de keuken te wachten. Die zou je bij het oud vuil gaan zetten. En er is oud papier en er is glas en het staat allemaal in de gang. En ik zou zeggen, Mathilde, ik hou enorm veel van jou. Ik hou zoveel van jou. Ik heb er eigenlijk een liedje over gemaakt, hoeveel ik van jou hou. En dan zegt zij weer, Erend, die vuilniszak, die begint te stinken. Zou je zo goed willen zijn om even te helpen? Toch? Zo ongeveer ziet het eruit, in ieder geval bij ons thuis. Punt 2, we zijn gered en geroepen. 2 Timotheus 1 vers 9, hij heeft ons gered en geroepen. Allebei. Tot een heilige taak. God heeft een taak voor jou en mij. En het is onze eer om elkaar te helpen van, hey, hoe heeft God je gemaakt? Wat past bij jou? Heb je wel eens een klein lief babytje gezien met het t-shirt I'm God's masterpiece? Het staat in de Bijbel, in de Engelse Bijbel, in de Message. En in Efeze 2 vers 10 staat het zo. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Nou, ik hoop dat je geïnspireerd genoeg bent. Dien de Heer met vreugde. Psalm 100 vers 2, we zeggen dat vaak tegen elkaar. Dien de Heer met vreugde, met dankbaarheid. Stel je voor als je naar een restaurant gaat. En in een restaurant heb je eigenlijk basically 2 soorten mensen, als je het zo wil zeggen. Je hebt de gasten, de klanten. Die komen aan en die gaan zitten aan een tafeltje. En die hebben allemaal eisen en verlangens. En die kijken naar de menukaart. En die willen hun steak medium rare. En die willen een bepaalde smaak rode wijn of zoiets drinken erbij. Die willen van alles. Die willen een bepaald muziekje en temperatuur en vriendelijke bediening. En die hebben eigenlijk een heleboel verwachting en een heleboel eisen. En dan gaan ze weg, dan rekenen ze af. En dan zullen ze tegen elkaar zeggen, nou, ik vond het niet zo, of wel zo, of gaat wel, of beter dan verwacht. Er is heel iets anders als je in de bediening zit van een restaurant. Compleet anders. Want dan denk je ineens, hoe kunnen we het de mensen aan de zin maken? Hoe kunnen we het mooi opdienen? Is het tafelkleed? Is het allemaal schoon, netjes? Ligt allemaal goede muziek? Wie staat er bij de deur vanavond om mensen welkom te heten? Heel anders. En de eerste 3 maanden van je christelijk leven mag je best aan de tafel aanschuiven met al je verwachtingen en lijstjes. Maar langzaam maar zeker zal de Heer gaan, hey, ik wil dat je mee gaat helpen. Deel wordt van wat ik aan het doen ben. Jij en ik. Als je een tijdje wandelt met God, we zijn niet meer geroepen om naar de kerk te gaan op dezelfde manier als dat we een restaurant binnenlopen. We komen hier niet om te eten en met onze verwachtingen, onze lijstjes. En proeven en smaken en weer naar huis. Maar we komen om te bouwen, om te dienen. Om de andere mensen te helpen Jezus te vinden. En op hun beurt weer de vrijheid te gaan ervaren die hij voor hun heeft. Ja toch? Stel je voor, als iedereen uitreikt naar anderen. Stel je voor een kerk, ik heb daar woensdag wat meer over gezegd. Als iedereen uitreikt naar anderen. Als iedereen een kerk waar iedereen omziet naar anderen. Als iedereen uitreikt naar die mensen die Jezus nog niet kennen. Stel je voor, iedereen is bezig. Minstens allemaal op Facebook dingen zetten over wat God aan het doen is. En je neemt een paar alpha posters mee. Je doet dingen wat je kan doen. Misschien ben je geen geboren evangelist. Dat ben ik ook. Ik ben niet, weet je wel, sommige mensen doen dat. Maar ik ook niet. Maar er zijn dingen die we allemaal kunnen doen. Om mee te beginnen. Om uit te reiken. Om te laten weten, deze wereld waar we in leven. Dat er een God is die van ze houdt. En dat je dit leven niet in je eentje hoeft te doen. Stel je voor als we allemaal om gaan zien naar anderen. Als we anderen gaan helpen om te groeien in dat wat God voor hen heeft. Stel je voor als iedereen bijdraagt samen met anderen. In de teams en in dat wat we doen. En in het bouwen van Gods huis. En stel je voor als iedereen een verschil zou gaan maken voor anderen. Wat een mooie kerk. Het is de droom van Jezus. En ik geloof dat Jezus is gestorven voor zijn kerk, voor zijn bruid. En we zeggen het vaker tegen elkaar, maar ik vind het zo'n inspirerende gedachte. God heeft een droom voor deze stad en regio. Hij heeft een droom voor City Life Church hier, voor ons, voor jou en mij. En hij heeft een droom voor jou. En dat past allemaal in elkaar. Het past allemaal in elkaar. Oké? Nou, puntje 3. En dan zoomen we een beetje in op wat er van binnen gebeurt in onze ziel. No motivation, no fun. Heb ik dit genoemd. Want als je niet gemotiveerd wordt door de liefde van Jezus, vind je er tot op heden niks aan, deze preek. Niks aan. Zie je wel, dat heb je met die Next Step Sunday. Het hele verschil is Jezus' liefde in jou en mij. De motivatie
waarom we het doen. Je wil hem dienen. Je wil iets betekenen voor hem. En in Jezus' naam voor andere mensen. Weet je, geloof werkt door liefde heen. Ik heb erbij geschreven, staat het in de... Ja, a bit of love in my soul. We hebben het een paar weken gehad over... Hoe is je ziel? En dan gaan we nog mee door. De serie is nog niet klaar. How is your soul? Maar iets van Gods liefde in je ziel. Iets van Gods liefde in je ziel. Wat begint te stromen, wat begint te werken. Wat verlangens begint te veranderen in jou en mij. Je zal soms verbaasd zijn. Ik hoop dat sommige mensen dat hier herkennen. Dat je, als je een tijdje onderweg bent met de Heer... dat je verbaasd bent over je eigen verlangens die beginnen te veranderen. Wie kent dat? Dat je denkt... Hè? Dat je, ik kan me nog herinneren, ik was 18 toen ik tot bekering kwam. En ik had nooit een kerk gezien van binnen. Ja, als toerist, maar niet een dienst. Maar nooit een kerkdienst meegemaakt. Nooit, tot mijn 18e. En dan dacht ik, oké, toen was ik net bekeerd bij de Navigator Studentenvereniging. Niet per se in de kerk toen, maar in de studentenvereniging. En dan begon er iets te komen. Moet ik nou ook naar een kerk dan? En moet ik dan elke week... Ik weet echt niet of ik daar zin in heb. Ik had een interessant leven. Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond. En daar past de kerk niet echt in, zeg maar. Als het ging om energielevels en zo. Of zondagochtend vroeg. Een nuchterheid, zegt iemand hier. Dat zei ik niet, dat zei iemand anders. En iemand van communicatie. Dus ik weet niet of dat nou weer handig is, maar goed. En ik kan me nog herinneren, ik deed de gekste ding om te gaan bidden. Van, Heer, wilt u me bevestigen dat ik naar de kerk moet, ja of nee? En als dit gebeurt, dan moet ik naar de kerk. En als dat gebeurt, dan hoef ik niet naar de kerk. Ik zocht gewoon een beetje, kan ik daar ook onderuit komen? Moet dat nou? En na een tijdje begon er een verlangen te groeien. Van binnenuit. Dat ik verbaasd was over mijn eigen, God is echt iets aan het doen in mij. Dit is een teken en een wonder dat ik wil naar de kerk. Ik wil hem. Weet je wel, God, hij werkt in ons. En ik wil met je even naar 1 Korinther 13. 1 Korinther 13 is natuurlijk het hoofdstuk over de liefde. Al eentje terug trouwens van mijn tekst, om de context. Galaten 5 en 6, de herziene statenvertaling, als aanloop op die 1 Korinther 13. In Christus Jezus namelijk is niet op besneden zijn, heeft enige kracht. Ook niet onbesneden zijn, maar het geloof. Dat door de liefde werkzaam is. Geloof is in ons aan het groeien, maar het zoekt een weg om uiting te geven. Werkzaam. Geloof door liefde werkzaam. Faith worketh by love, staat er in het Engels. Geloof werkt pas als het een weg vindt door de liefde heen. En daarom wil ik met je even kijken naar... weet je, we bidden, we hebben 3 dagen gebeden en gevast... En we geloven God voor geweldige dingen. Maar het werk wat God begint te doen gaat door jou en mijn liefde heen. Ben je mee eens? Daar begint het zichtbaar te worden. Daar begint het handen en voeten te krijgen, vorm te krijgen. 1 Korinther 13, vers 4. En ik spring eigenlijk gelijk maar even naar vers 7. Want daar wil ik op inzoomen. Die staat erbij. Over de liefde, de definitie van de liefde. Alles verdraagt zij, 1. Alles gelooft ze, 2. Alles hoopt ze, 3. En alles volhardt ze. Die 4 aspecten wil ik even kort met je op inzoomen. Het is een stuk van de definitie als je praat over de liefde. Want liefde is natuurlijk heel breed. En weet je wel. Maar hier staat een heel mooi stukje. 4 aspecten. Als het gaat, als we zeggen geloof werkt door onze liefde heen. Hoe ziet dat eruit? En het heeft iets te maken met wat er in ons hart gebeurt. Het heeft te maken met wat in ons hart gebeurt. 4 aspecten. 1 die we daar zien staan. Verdragen. Verdragen. 4 dingen die liefde doet. 1. Het verdraagt dingen. En eigenlijk staat daar letterlijk, kan je dat ook vertalen wat daar staat, is een deksel of een dak erboven plaatsen. Dus het heeft ook iets te maken met niet alleen verdragen, maar ook bedekken. Het bedekt dingen. Het houdt het vertrouwelijk. Liefde bedekt tal van zonden, staat er in de Bijbel. Weet je, zodat mensen in privé kunnen blijven, bepaalde dingen van mensen, zodat ze tot herstel kunnen komen. We hebben altijd het herstel en genezing van mensen voor ogen. En daarom staat de liefde bedekt dingen. Bepaalde dingen, kan je nog het verhaal, die 3 zonen van Noach. 2 van zijn zonen bedekten zijn zonde.
één zoon ging vertellen. Heb je dat gezien? Nee. De bedekte. Liefde bedekt dingen. Liefde bedekt de zwakheden van andere mensen. Misschien het falen, de fout. Noah gaat echt wel een foutje. Een beetje te diep in het glaasje gekeken. Maar die twee zonen kozen ervoor om het te bedekken. Laat hem zijn roes uitslapen. Laat onze vader tot herstel komen. Het tweede is geloven. Liefde gelooft alles. En het heeft eigenlijk te maken dat je soms tegen beter weten in blijft geloven in mensen. En iemand doet jou iets aan, doet een vervelende opmerking, wat dan ook. En jij zegt gewoon, ach ja, ze hebben hun koffie nog niet gehad. Ze bedoelden het niet zo. Ze hebben thuis misschien een moeilijke situatie. Ze bedoelden het niet zo. Je stelt je vertrouwen op de Heer dat Hij ervoor zorgt. Er is iets, dus heb ik ook de neiging om je punt duidelijk te maken. Als mensen dingen, vervelende dingen over je zeggen. En ik heb momenten gehad, een paar jaar geleden, dus moest ik op mijn tong bijten. Om niet mijn kant van het verhaal te gaan vertellen. Op mijn tong bijten. En ik had iemand, gelukkig een paar mensen mij besturen. Erel, je zegt, je gaat niet verdedigen. Hou je mond. Laat het aan de Heer over. En ik heb dat niet makkelijk gevonden. Niet makkelijk. Want ik wist, er was aan de andere kant, werd er van alles gezegd. En ken je dat? Vroeg of laat, wij allemaal maken die dingen mee. Mensen zeggen dingen over je die niet waar of half waar of niet helemaal op de juiste toon. En dan is het zo moeilijk om het aan de Heer over te laten. Heer, u komt daarmee klaar. U weet alles en niet ik. En ik geef het terug aan u. Waar komt het vandaan? Als je niet uitkijkt, het verlangen. Ik heb dat soms heel sterk gehad. Het verlangen om heft in eigen handen te nemen. Om mijn punt duidelijk te maken. Om even mijn kant, weet je wel zo. Maar waar komt dat verlangen vandaan? En eigenlijk wil je groeien in vertrouwen in God. Heer, lost u het maar op. Leidt u het maar, Heer. Misschien kan je zeggen, ze menen het niet zo. Misschien hebben ze wel spijt. En iets in jou zegt, ze menen het wel zo. Ken je dat? Ben ik nou tegen mezelf aan het kletsen? En toch zegt liefde, ik geloof het. Ik geloof dat ze, weet je wel, dat ze vanuit pijn of vanuit wat dan ook. Hoe zou de wereld, onze gezinnen, eruit zien? Onze kerken eruit zien als we zo zouden denken over elkaar? De gunfactor, ik geloof in je. Ik geloof dat je het niet zo vervelend bedoelt. Ik geloof, ik geef die ruimte. En ik stel mijn vertrouwen op de Heer. Het derde wat er staat is hopen. Liefde hoopt alles. Het lijkt een beetje wat we net zeiden. Het houdt vast. Het hoopt op ontwikkeling. Jij en ik zijn een work in progress. Een work in progress. En we staan in de stijgers. God is nog niet klaar met mij. En hij is nog niet klaar met jou. Hij is ons aan het bouwen. Hij is karakter aan het bouwen. Hij is, weet je wel, we hebben de 12 waardes. Dan ga ik binnenkort op de LDN. Ga ik ze even lekker doorfietsen. Een beetje opnieuw samen met alle pastors vastgesteld. En dan zeggen we bouwen familie. We zijn aan het bouwen. God is aan het bouwen. Hij bouwt jou en hij bouwt mij. En dit punt laat zien van, hey, weet je, we hopen, onze hoop is gericht op het werk wat God in jou en in mij aan het doen is. Begrijp je wat ik bedoel? De groei, de ontwikkeling. En de vierde is verdragen. In het Engels endure, verdragen. Het betekent dat je iemand niet afwijst. Liefde verdraagt dingen. Het betekent, mensen zullen je teleurstellen. Juist ook soms mensen waar je dichtbij bent. En goede bedoelingen branden op. Discipline faalt. Je denkt, oh man, je eigen kracht. Maar de liefde van God, er is geen limiet wat God kan doen. Wat er ook gebeurt, God is groter. We verdragen het omdat we onze ogen gericht hebben op Jezus. En we willen groeien in zijn liefde. Dingen teruggeven aan hem en loslaten. Zeg, Heer, en om dit, waar leer je deze dingen? Op een onbewoond eilandje, in de zon, met je... Weet dat ook weer wat je gisteren dronk? Die oranje... Weet dat ook weer? Is heel populair. Nee, dat andere. Dat oranje. Nou, wat jij gisteren dronk? Aperol Spritz, ja. Die. De Aperol Spritz. Je neemt je Aperol Spritz en je gaat zitten op een onbewoond eiland.
of het achterdek van een mooi groot wit schip. En dan ga je deze dingen zitten te leren. Nou, dus niet, hè? Nee. God stelt je in een huisgezin, in een gemeente met wat aparte, zeg je dat? Typetjes. En dan zegt de Heer, zo, heb je wel eens ontdekt, je gaat naar een connectgroep, allemaal fijne mensen. We zitten er eentje. Nee, als die er nou niet in zou zitten. Ga je naar een team. En dan is een leuk team. Komt er eentje bij, ze hebben Next Step Sunday gehad. Oh nee, niet hij erbij. We hadden een leuk team. Ik hoop dat je doorziet, God is bezig dat onze liefde groeit. En op die manier groeit het. Waar we kiezen. Ik wil groeien in die vier aspecten. Ik wil groeien. Wat gebeurt er in mijn ziel? En als je er doorheen komt, het grappige is, je gaat steeds meer van mensen houden, hoe gekker ze doen. Dat is waar. Hebben we ontdekt? Hoe gekker mensen doen. Als je het brengt je dicht bij Jezus en zegt, Heer, ik wil van mensen houden. En God doet iets in je. En er komt ruimte. En vergeving en genade. En uiteindelijk wordt het een heel fijn team. Hele fijne mensen, hele fijne kerk. Maar God doet dingen in jou en in mij. En dat doen we gewoon gaandeweg. Daarom wil hij dat je samen werkt, samen optrekt, samen kerk bent, samen familie bent. Zodat zijn liefde in ons gestalte krijgt, vorm krijgt, zichtbaar wordt, begint te stromen. De Heer Jezus zei, aan die onderlinge liefde zullen mensen zien dat wij discipelen van hem zijn, volgelingen van hem. Een andere goede reden om in een team te gaan, omdat God wil dat die liefde zichtbaar wordt, zodat zelfs mensen buiten gaan ontdekken, ze volgen Jezus. Ze volgen hem. Vader, dank u wel, Heer, voor uw goedheid, uw zegen, uw genade. U heeft zoveel geduld met ons. Met mij in ieder geval wel. U heeft zoveel geduld met mij. Met ons allemaal. Heer, we willen groeien in liefde. We willen groeien in liefde praktisch maken. Een verschil maken in andere mensenlevens. In Jezus' naam. Amen.